Misschien vraagt u uzelf waarom schrijft hij of praat hij over profetie en genezingen en deze bovennatuurlijke dingen. Eigenlijk niet omdat ik stapelgek ben op profetie of genezing, maar omdat ik stapelgek op Jezus ben. Ik ben eigenlijk geboren met een ziekte die heet cerebral palsy. De artsen hadden gezegd dat ik zou nooit lopen of praten. Maar toen ik 6 maanden oud was, heeft Jezus mij genezen. Het was eigenlijk door een gebedsdoek die mijn tante had gestuurd naar Chili, waar ik geboren ben. En door mijn hele leven heen heb ik Gods hand gezien. Dat Hij geneest, dat Hij spreekt. En voor mij is er echt niks meer bijzonder dan God leren kennen. En zien dat Hij niet een God is die dom is of die niks zegt, maar dat Hij is een God die betrokken is in ons dagelijks leven. En daarom wil ik graag over profetie schrijven. Niet om een boek over profetie te hebben, maar zodat u kunt hem beter leren kennen. En dat niet alleen u kunt hem beter leren kennen, maar dat u kan ook door hem beter te leren kennen, dat de mensen om je heen hem ook kunnen leren kennen. En dat is mijn gebed, dat door deze boek veel mensen in Amsterdam en Nederland mogen groeien in deze bijzondere gave van profetie. Want het gaat niet om profetie, het gaat om Jezus. En ik ben stapelgek op hem.